Trainersvisie. Afgelopen zaterdag de topper. Um, uitslag uh, teleurstellend uh, over het spel uh, redelijk tevreden. Zeg ik dat goed zo, uh, Richard? Ja, Piet, ik ben het wel met je eens. We gaan telkens meer op één lijn zitten. Uh, ja, ik vond ons de eerste helft uh, eigenlijk, eigenlijk voetballen zoals ik het graag wil zien. Uh, je speelt aan een ploeg, die heeft 23 keer niet verloren. Die zijn normaal gewend druk te zetten. Dus ik had in mijn bespreking gezet van: Joh, luister, wij zijn te goed. Uh, ...om druk tegen ons te zetten. Dus ik verwacht dat niet. Dus ik had heel groot op papier staan... ...let op je restverdediging... ...en uh, let op de snelheid van met name Plet... ...en de loopacties van Kruis hier. Ja, en dan speel je zo'n eerste helft... ...waarbij je eigenlijk gewoon 45 minuten op hun helft speelt. Uh, nou, je maakt een keuze. Joran uh, zit nog wissel, maar... ...ja, die komt er wel telkens meer aan. Dus uiteindelijk zie je van... ...ja, weet je, als Enrico weg is... ...dan heb ik in ieder geval Franky met zijn snelheid... Dat hij die plet in ieder geval in de gaten kan houden. Ja, en dan is het de 33ste minuut. En dan gebeurt datgene wat je niet graag wil. En niet omdat je restverdediging niet goed is, want Franky stond nog wel in de buurt. Maar plet kwam in een 1 tegen 1 op de 16 meter. En nou, dan mag je je niet uit laten spelen. Hij, wacht, hij wachtte te veel af, Franky. Hij had hem gelijk aan moeten pakken, denk ik. Een metertje of 30 voor het doel. Had hij al even die gelegenheid, of niet? Dat kan, maar dan kan het ook zo zijn, natuurlijk, dat je hem onderuit haalt. En dan heb je een rode kaart. Dus, dus uh, weet je, dat zijn momentopnames. Dat kan je iemand wel of niet kwalijk nemen. Het enige wat ik wel zei tegen Enrico: ik riep Enrico gelijk al van je moet hem aantrekken. En dat deed hij niet voldoende. Die had, nog, die had als enige nog rugdekking kunnen geven. Maar misschien moet je ook eens de, de credits geven aan een plet. Hè, die ook een. Uh, uh, ik denk dat we met Daan. Misschien wel uh, een van de beste keepers hebben. Al stond er aan de overkant natuurlijk iemand die misschien uh, nog iets beter is. Oei, nou. Uh, maar die plet maken het goed af, dus soms moet je ook de credits aan zo'n aanvaller geven. En, uh, ja. en dan kunnen wij de tweede helft dat niveau niet, uh, niet volhouden. Dat is ook niet raar. Je wordt moeier. Uh, je gaat iets meer fouten maken. Ja, maar dan nog moet ik heel eerlijk zeggen, hebben wij de eerste drie, drie grote kansen. Nou, ik heb die goal van uh, Olly tien keer stilgezet, maar daar kom je toch niet uit of dat wel of niet buitenspel was. Ja, en het moment dat ik 4-3-3 ga spelen en, en meer aanvallend ga spelen, ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan kan het ook 2-0 of 3-0 worden van, uh, voor Sparta Nijkerk. Ja. En weet je wat het gek is? Uh, ja, we hebben het hier natuurlijk bij DVS heel veel over. Verdedigend of uh, aanvallend. Maar ik vond het in de eerste helft uh, super aanvallend. Ja, maar ik, ik, weet je, ik word moe van die discussie. Dus ik, ik ga daar ook niet meer over beginnen. Kijk, het is heel simpel. En Rico, voor de, voor de, voor de negatieve mensen is het de rechtsbek. Er is geen uh, jong aan de rechterkant in deze hele divisie die meer voorzetten geeft dan Enrico. Jeremy Jonker is al verschillende malen als centrale verdediger alleen op de keeper af gegaan. komt er nog wel te weinig uit die voorzetten van Enrico, als ik je even mag onderbreken. 100%. Maar er komt ook veel te weinig uit de dode spelmomenten. He, maar ja, ik heb, ik heb met Basile van uh, 2 meter 2. Verdedigend koppen, prima, aanvallend koppen minder. Ja, nou ja, ik heb met Joshua wel een goede kopper. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er uit de voorzetten en de dode spelmomenten. Uh, dat je meer kan halen, 100 procent. Maar ja, aan de andere kant, de credits voor Nijkerk ze hadden ook wel een centrum staan met z'n tweeën. die dat toch wel heel goed deden. Absoluut. En daarachter dan ook nog die Coutinho. Ja, dan, dan, ja, wel... Die hebben het uh, Sparta-Nijkerk gered. Uh, nou ja, ik lees overal uh, realistische verslagen, he, uh, ook op de website van Sparta Nijkerk, maar ook in de krant daar. He, uh, overal wordt Coutinho de man of the match genoemd. Uh, ook die pletsheid. Ik, ik, ik denk wel dat hij in deze een, een, een groot aandeel gehad heeft. En voor ons is het zuur, he, want ik, uh, ja, vanuit DVS kant dan hoor ik wel eens mensen zeggen van ja, de tweede helft was er geen mentaliteit of geen strijd. Ja, ik, ik vind dat je daarmee mijn spelers gewoon het uh, uh, heel erg tekort doet. He. Als jij een elftal hebt met uh, de Patrickies, Ocky, Koen, uh, Daan, uh, Basiel, uh, Benna. Uh, nou, ik vergeet er nog wel een paar. Uh, Chris die invalt. Uh, ik heb Moreau een sprint van 60 meter zien trekken. Dan mag je nooit over mentaliteit of hoe weet het. En, en tactisch moet je al helemaal niet gaan praten. Want we hebben een ploeg die, uh, die wat een uitstekende ploeg is. Hebben we gewoon 45 minuten van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, dat, dat konden we niet helemaal volhouden. Daardoor werd de tweede helft een echte strijd. Nou, helaas ze te scoren. Hoe gingen de spelers ermee om in de bus en zo? Nou, Piet, het is niet zo heel moeilijk. Je hebt supporterstaal en je hebt spelerstaal. En spelers weten allemaal na de wedstrijd precies. Na één seconde weet jij al of je goed gespeeld hebt of slecht gespeeld. Ik had dat vroeger zelf ook. Er kunnen honderd mensen naar me toe komen als je 3-0 gewoon hebt en je hebt goed gespeeld. Maar als ik wist dat ik niet goed gespeeld had, had ik niet goed gespeeld. En er zijn ook wedstrijden waarin je heel anoniem speelt als speler. Maar dat je zegt, ik heb heel goed gespeeld. En dat mensen zeggen, je was slecht vandaag. Dus ja, binnen mijn ploeg is dat helemaal niet aan de orde. Die zijn, die zijn heel realistisch. Die weten of we wel of niet. Nou, ik denk dat ze allemaal weten dat we best een goede pot gespeeld hebben. En dat we onszelf in ons voet geschoten hebben. Ja, inderdaad. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat een gelijk toch wel de verhoudingen het best had weergegeven, of niet? Ja, nou ja, als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij dat sowieso. Maar ik wil daar even op. Uh, ik heb een cadeautje. Ik heb, mag dat? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik heb een cadeautje voor jou, want ik heb je natuurlijk. Uh, dit is een collectors item. Kijk, dit is, een, dit is een peperdure bril. Daar is er maar één van in Nederland. Ik, ik heb jou natuurlijk gehoord dat je zei uh, in je eind. Het uh, kan een slip of de tong zijn. waarin je zei dat Sparta Nijkerk verdiend gewonnen had. Uh, ik heb een vrouw die heet Anouk. En. Uh, die heeft gezeten in de mooiste meisje van de klas. Geloof het of niet, maar ik geloof het dan wel. En ik had de eerste date met haar. Dat was gelukkig een blind date. was dat. Dus, uh, maar zij nam het heel letterlijk. Zij was de bril vergeten mee te nemen. En daardoor had ik kans. Snap je? Anders had ik totaal kansloos geweest. En nou had ik een kans. He? Dus ik heb, ik heb alles uit de kast getrokken. De eerste date. De tweede date was de deze brilbeider. Dit is min 11 en plus 24. He? Dit is er maar één van. Die vrouw is de tweede date... Haar eigen, helemaal de kleren geschrokken natuurlijk, wat er tegenover de zat. Maar goed, toen had ik al afspraken met haar gemaakt. Dus daar zat ze aan vast. Voor haar was het een negatief effect. Hè? Ze zetten hem op, dus schrok ze haar eigen de kleren. Deze bril van de week opzetten. Nooit meer zeggen dat Spatenijk ik verdiend gewoon heb, Want daar kan ik me totaal niet in vinden. Maar, hé, luister, hij is echt duur, hè? Ja, ja. Oké, okay, alsjeblieft. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. Oké, okay, bedankt voor deze trainingsvisie. Heel veel uh, succes uh, van de week ja, in de ja, voorbereiding. Humor. Dit ga je oh, een stuk. Oké. Pruik. Ja, dat was alleen. Hoi.